woensdag 8 juli en het is 10 uur. Ik sta nu in de badkamer. Ik ben wel al aangekleed. Ik heb mijn driekwartbroek aan van de H&M. Ik heb gewoon hetzelfde aan als gisteren. En vandaag is het maar 19 graden. Het is echt niet warm, dus vandaag ga ik ook niet zwemmen. Ik weet niet of mijn vlog van gisteren gezien heeft, maar daar heb ik gezegd dat Annemie komt vandaag. En dat is ook zo. Maar ze hoeft haar bikini niet mee te nemen, want het is absoluut geen zwemmeer. Wat wel leuk is, is dat ik vandaag nog eens mijn haren los kan laten. Het zit niet echt helemaal hoe ik het wil. Misschien dat ik het ga uitstellen straks, ik weet het nog niet. En vandaag ga ik ook make-up opdoen. Niet voor mijn everyday bak. Ik ga een beetje spelen met oogschaduw. Ik ga wel geen foundation opdoen, maar ik heb er een zin om me op te maken. Omdat met die warme dagen doe ik dat normaal gezien niet. Ik ga nu mijn tanden poetsen, want ik heb net ontbeten. En ik hoop dat jullie de vlog van vandaag leuk gaan vinden. Want ik ga er mijn best doen om er een zo leuk mogelijke vlog van te maken. Zo, ik heb mijn tanden gepoetst en ik ga nu naar de slaapkamer. En nu ga ik echt mijn dagelijkse routine gewoon doen. Ja, ik moet mijn kamer zo meteen ook eventjes opruimen, want het is echt een bende. Mijn dagelijkse routine van mijn YouTube kanaal is mijn hele abonnementenbox afgaan. Ik weet, jullie kunnen me echt voor gek verklaren daarvoor. Ik ga elke dag mijn volledige abonnementenbox af en ik kijk of iemand een nieuwe video gepost heeft. Zo ja, dan kijk ik die. Mijn vlog is ook aan het uploaden. Binnen 39 minuten is die gedaan. En ja, dan staat hij ook online. Dat is vlog 15, Sophie Restaurant. En nu ga ik dus kijken wie nieuwe video's gepost heeft. En die dan ook kijken. Op deze mensen ben ik allemaal geabonneerd. Dus even shout-outs hier voor mensen. Beauty by Birgit, Beauty Gloss, Beauty in the Moment, Beautiness, Beauty Revolution, Behind the Trend. Beauty Cinematics, Daantje Vreeburg, Dashemak, This for Dazzle, Femme, Furtje. Girls Find Inspired by Beauty Bloggers, Mijns met Lynette, Life Splash, Lifestyle Spot. Ja, jullie zien het. Op die mensen ben ik dus allemaal geabonneerd. En dan kan ik nog naar onder scrollen hier. Ik ben op nog meer mensen geabonneerd. Ook op Vloggloss uiteraard. En even op mijn kanaal kijken. Ik heb een melding. Vind ik altijd leuk om te zien. Als ik zo'n melding krijg, is het van, ja, van de winactie wil nog iemand meedoen. En 17 juli komt dus de uitslag. Oh ja, daar kreeg ik trouwens ook nog wat vragen over. Sommigen hadden in de comments gezegd dat ik in een video gezegd had dat 18 juli mijn blog en YouTube 2 jaar bestaat. En dat ik 17 juli de uitslag doe, waarom dat is. Ja, ik zie hier nu net, ik ben mijn blog begonnen op 17 juli. En mijn kanaal 18 juli. Staat hier lid geworden op 18 juli 2013. Omdat toen ik mijn blog begon, maakte ik eerst nog geen video's. En toen de 18 juli dacht ik van ja, ik ga nu ook video's maken. Dus toen ben ik een kanaal begonnen. Maar ik ga de uitslag de 17e doen, omdat dan mijn blog 2 jaar bestaat. En anders moeten jullie nog langer wachten. Ja, een dag langer. Maar ik ga het dus de 17e doen. En oh my god, mijn blog bestaat dan gewoon 2 jaar. En mijn kanaal de 18e bestaat dan 2 jaar. Ik ben gewoon al 2 jaar YouTube-video's aan het maken. Tijd gaat zo snel, echt. Wow. En ik heb nu ook 5604 abonnees. Dank jullie wel. Echt heel blij. En ja, ik ga nu dus mijn make-up doen. En ondertussen YouTube-video's kijken. Het is 2:30 en ja, nu denken jullie, wat is met uw haar aan het gebeuren? Annemie is hier! Hallo. Ja, jullie kennen haar vast nog wel van in de vlog van het zwemmen. En daar heb ik zoveel positieve reacties op gehad. Iedereen vond die vlog heel leuk. En we gaan dadelijk de Most Likely To tag doen. Maar die video komt pas in september online. Dus moet je nog heel lang op wachten. Daar verheug ik me niet op, want dan is alweer school. En Annemie is nu mijn haar aan het stellen voor de video. Want mijn haar is gewoon ontploft. En Annemie heeft haar ook gesteld. Thuis al. Mm-hmm. En dan gaan we dadelijk die video opnemen. En ik weet dat sommigen het echt stom vinden dat er nu geen gewone video's meer online komen. Maar ik ben nu gewoon aan het vloggen. Leert er mijn leven. Oké, dat kwam heel grof over. En we hebben al naambordjes gemaakt voor de video. En ja, verheug jullie maar op september, want dan komt hij online. Ah. Oh, oei. Dat was niet. Yep. En nu is mijn haar al een beetje gestyled. En zien we jullie straks weer. Doei. Wat gaan we nu doen, Annemie? Een spelspeel genaamd Ramses. Ja, en de bedoeling is, je ziet allemaal piramides. En er staat op de kaart welke schat je moet vinden. En dan is moet dat je zo, van boven? Ja, en dan moet je dat zo bewegen. Schuiven. Ja, schuiven. En als je dan op een andere schat komt, is de andere persoon aan de beurt. Ja, het is nu raar om het zo uit te leggen. Maar het is heel leuk. En als je dit schat dan gevonden hebt, mag je het kaartje houden. Dus we kunnen play now. Zou ik dat filmen? Ja, zo doorspoelen of zo.
we gaan het filmen, jongens. Het is nu bijna 4:30. Ja. En ik heb met mijn haren bijgesteld, omdat we een video gaan opnemen. Ja, de Q&A. Ja. En ik ben nu al hier haar aan bijstelen. Ja, die moest even gesteld worden. Ja. En we hebben dus Q&A-vragen op Instagram gezet. En je kan tot 4:30 een vragen, we hebben echt nog heel veel vragen gehad. Ja. Yeah. En die komt ook pas in september erop. Maar dan hebben jullie wel al 2 leuke video's die jullie kunnen zien. Of 3. Ja. Oh ja, want we hebben nog iets van... Ja, we hebben dus een... wat hebben we? Moosgraafje Tutek. En iets van een boek. Ja, en een Q&A. En een Q&A. En dat is en misschien nog zelfs, weet ik veel. Dus dan zien we jullie straks. Hey iedereen, het is nu... hoe laat is het? 5:30. Het is 5:30. En die stoel gaat voor je meter, maar... Anouk is nu een video aan het bewerken. Ja, de ja. Most Likely Tutek, een sneak peek. Want ik ken er toch niet veel van, dus ja, ik dacht, laat ik gewoon even vloggen met de selfie stick van Anouk. Ja, maar Annemie heeft nu haar iPhone erin, omdat er zoveel meer op beeld is. En het lijkt het nou dat het met de iPad gefilmd is. Ja. En jij stuurt me die van best doen. Ja, dus wel stom dat die iPad er tussen past. Ja, vind ik ook. Dus zie je je al zorgen met een iPad en die selfie stick? Echt, hè? Maar het is aan het regenen. Niet meer. De zon schijnt. Ah, echt? Ja. Daarnet was het aan het regenen. Ja, heel fel, zo'n 2 minuten bui. Typisch België. Dus ja, wat gaan we nog doen? Ik ben precies u. Wat gaan we nog doen? En ook zo, ik kreeg ook reacties op mijn vlog en dat wil ik echt proberen te doen. Het is niet zo taxi te zeggen wat ik nu ga doen. Het moet één doorlopende video zijn. En het is misschien ook een ding om niet altijd de tijd te zeggen. Maar de meesten zeggen dat, hè? Wat? Maar als je doet toch ook zo van, ja, ik ga nu naar een afspraak. Ja, dat is waar. Maar dus... ik wacht bij je zitten. Nee. Ja? Ja, dat doet hij ook, ja. Maar ja, maar... Dus het is dat toch ook. Maar anders weten jullie niet wat jullie moeten verwachten of zo. Ja. Ik probeer mijn best te doen met vloggen, want ik vind dat als ik mijn vlogs van vorige zomer kijk, dat die van nu veel beter zijn. Want vroeger als ik vlogde, ik zette mijn iPad dan zo daar op de boeken. Ja, zo maar was dat liep gewoon altijd op dezelfde plek, zo ja. Dat is niet voor me. Nee. Ja, vandaag zijn we gewoon de hele tijd op een kamer, dus... Ja, omdat het ook zo slecht weer was en ja. Dingen. Ah ja, bij dat spel. Anouk is gewonnen trouwens. Ah ja, met 6. Ja. Ja, 2 punten meer. Ja, toch hè? Ja. 29. En ik had 31. Ja, 2 punten. Hey iedereen. Het is 6:20 en we gaan een spel spelen. We hebben net gegeten. Ja, croque monsieur. Ja. Ik heb er 4 gegeten, oh my god. Oh. Ik voel me echt een vreedzak. En we gaan Time No Time spelen. Ik weet niet of je dat spel kent, maar ik heb het thuis zelf ook. Ah. En dat is... Ah. Ah, ja. Ah, je weet dus hoe dat gaat. Ja, ik heb het hier met u ook al gespeeld. Ah, ja, dat kan. Maar in ieder geval, er zit dus zo'n ding in, zo'n timer shit. En dan moet je erop klikken en dan moet je zo allemaal opdrachten doen. Ja. En als die afgaat bij u, bij diegene, ja. dan krijg je zo'n driehoekje. Ja, een driehoekje. Ja. Oké. Super fun. And we are ready to play. Zo ziet het er dus uit. En ik heb dat ding al aangezet, dus als je er nu op gaat duwen, gaat het afgaan. Ja, kijk, ik zal het even laten horen. Ja. Kijk, dan moet je allemaal opdrachten uitvoeren. Echt een heel leuk spel. En wanneer het dan afzet... Ja, wanneer het stopt, dat ja, dan hoor je zo'n glas breken. Is ja, en dan ben je af. En krijg je zo'n dingetje. Een gevarenfiche. Woe. Oh, ik vind de vlog vandaag echt zo leuk, hè. Ja. Yay! Ik film je met selfstick. Dat is wel verder. Ja. Oh. Ja, met mijn kut gsm. Ik koop een iPhone.
Doei! Nee, ik moet niet doei zeggen. Oké. Het is nu 7:10 en de verveling heerst. We hebben ook net... heb ik al gezegd, hè? Ja. We hebben net wat video's gekeken op YouTube. En we zijn zo bang dat de gsm op onze neus gaat vallen. Nee, maar we weten echt niks te doen, hè? Nee. Ik ben zo moe, hè? Ik ook. Ik heb geen zin meer in een gezelschapsspel. Ik ook niet. Video's werken, ja, heb ik ook geen zin in. En dat is snel gedaan. Ja, nee, dat is niet snel gedaan. Maar haar, dat is echt fancy. Ja, bijna. En eigenlijk heb ik zin met make-up om te ruimen, maar die is nog netjes! Wat een wonder. Stout dan ook. Dit ding is wel echt goed, hè? Ja. Maar die gaat nog verder. Nee, ik ben scared. Kom hier. Ik ben bang. Nee. Trust me. Ik zou zeggen, laat de comments achter wat we kunnen doen, maar... Ja, maar die vlog komt pas de volgende dag online. Ja, die komt morgen online. Oh, mag ik die zo zouden? Is dat niet zwaar? Nee. Cool! Zonder ik een roomtour filmen. Oh, gee. Ja. Kijk, hier is de kast van Anouk. En hier is de deur. En hier liggen wij. En hier is de iPad. En mijn laptop. Wat een rommel, man. Ik kan dat ook doen. Ik kan het wel niet terug in roomtour doen. Ja, ik ga mijn vlogje in roomtour doen, hè? Nee, dat niet, maar gewoon. Ah, ja. Als video. Ja. Like als je Anouk dat ook vond. Wat? Dat zou ik hebben. Like als dat ook een dom antwoord was bedoeld. Dan komt achter. We hebben ook al veel video's opgenomen samen. Ja. Die komen allemaal online in september. Dan kan je zelfs allemaal bewerken. Ja, maar één hebben we al bewerkt, hè? Ja, de Most Likely To Die. Ja, en dan daarna... Wat hebben we nog? Q&A. Wat hebben we nog? Oh, met het boek. Ah ja, en het boek. Maar jullie weten niet welk boek er is. Dat gaan we nog niet zeggen. Aha, man. Oh, ik heb echt buikpijn. Ja, Anouk moest weer per se 4 croque monsieur eten. Mm-hmm. Dan krijg je dat wel. Oké, maar als er nog iets spannends is of als we iets leuks gaan doen, dan ja, dat zal dat wel volgen zeker. Ja. Maar verwacht er maar niet te veel van. Hey iedereen, Anouk is even naar het toilet en ik wil even zeggen dat je een duimpje voor haar, een duimpje omhoog moet doen voor haar en vergeet niet te abonneren. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Ik hoop van wel, want ik vond het zeer leuk. En ja, doei! Oh ja, Anouk en ik waren iets aan het doen en jullie hebben dit gezien. Dit is een oorbel. Ik ben even aan het vloggen. Dit is een oorbel, want we waren zoiets aan het doen en... of ja, het is geen oorbel, maar iets voor school. Oh ja, vloggen. Dat zeg ik toch net. Ik had het niet gehoord. En ja, niet dat jullie denken van wat is dat? Wat staan. Ja, oké. Maar ja, Anouk zal de vlog wel dadelijk afsluiten. Ja, ik ga hem niet afsluiten. Mag dat? Nee. Oh, liet ik hem binnenvallen. Ja, ik hoop dat jullie deze vlog van vandaag leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Doei!